Ja, ik ben tijdens de dienst naar huis gestuurd. En, tijdens een dienst? Ja, en ik ben gewoon in afwachting van wat moeten we nou met jou. Heb ik 4 maanden thuis gezeten met tussendoor allerlei gesprekken. Dit vanwege het feit van mijn aanwezigheid op een demonstratie tegen de maatregelen. Wauw. Ja, nogmaals, ik heb mezelf altijd wel uitgesproken, omdat ik het ook niet anders kon. Maar er zijn ook wel collega's die het eigenlijk wel met mij eens waren. En die zeggen van, nou, de risico's die jij loopt, die durf je niet te nemen. Want ik heb een kind thuis, ik heb een hypotheek. En dat moet de rekening betaald worden. En, je nu blijkbaar in deze tijd uitspreekt tegen alles wat wij geacht worden te doen en te geloven. Als het dan gaat over vaccinatie, draag van mondkapjes, boos zijn op Rusland en een hekel hebben aan Baudet. Als je je daarvoor uitspreekt, dan bepleeg je tegenwoordig een opiniedelict. Ik merkte wel dat er gewoon extern nog wel heel veel druk van buitenaf zit. Want zelfs de ministerraad heeft zich met mijn casus bemoeid. En dan komen er allerlei krachten in het spel. Waarvan ik ook niet exact weet wie welke bedoeling en welke agenda heeft. Hè. Nice.